wat is een PROM? Een PROM is een patiëntgerapporteerde uitkomstmaat. Dus de resultaat die de patiënt zelf rapporteert. Dus niet wat de dokter belangrijk vindt, zoals een hoge bezinking of een lage bezinking of koorts. Nee, echt wat de patiënt fijn vindt als resultaat. Dus bijvoorbeeld het halen van een supermarkt. Dat kan een uitkomst zijn van de behandeling. Van, nou, ik wil weer de supermarkt kunnen halen. Wij gebruiken de PROM als de Topics SF. Dus die vragenlijst hebben wij als PROM gebruikt. Topics FS is een vragenlijst die ontwikkeld is door de NPO, het Nationaal Programma Ouderenzorg in Nederland, om inderdaad innovatieve programma's voor ouderen voor en daarna te vergelijken. En het is een short form, dus het is een beetje kleiner gemaakt om het in de praktijk makkelijker te maken. Wij gebruiken hem eigenlijk als kwaliteitsmeting om na te kijken van doen we het nou goed in de geriatrische zorg. Dat is een goede uitkomstmaat. Wat is de meerwaarde van het gebruik van een PROM bij het samen beslissen? Door middel van een PROM kom je eigenlijk heel snel achter wat voor de patiënt een belangrijke doel is van de behandeling. En dat kan soms heel anders zijn dan je als dokter of als verpleegkundige voor ogen hebt. Maar door middel van zo'n korte vragenlijst kom je er eigenlijk snel achter en kan je heel makkelijk snel in gesprek gaan met de patiënt.